Voor de Nederlandse teamsprinters moet het deze week gaan gebeuren. Na een prima seizoen moet in Apeldoorn de kroon op het werk gezet gaan worden. We hebben met de teamsprint echt wat goed te maken. Twee keer tweede geworden op rij. Spelen die niet echt goed gingen, maar werden we 5 of 6 geloof ik. Dus we willen echt voor goud gaan daar. In eigen land is het wel een keer tijd dat we die bovenste training een keer opstappen. Bugli en Van het Hoenderdaal zijn de twee Noord-Hollanders in de vijfkoppige selectie van het teamsprint. Beiden hebben ze wel een compleet andere functie in het team. Niels is een jongen, echt een jongen die zich puur en alleen op de start focust. Dus hij is de eerste ronde van het teamsprint. Dus eigenlijk de krachtigste, de meest explosieve uit de ploeg. Maar hij traint ook echt alleen op dat ene rondje. Terwijl ik bijvoorbeeld train eigenlijk om 2-3 rondjes hard te kunnen fietsen. Je kan nu echt rekening met hem houden dat hij gewoon altijd voor het podium rijdt. Waarin hij eerst nog mensen nodig had om op snelheid gebracht te worden, kan hij nu gewoon op zichzelf rekenen. En gewoon keihard van kop zeg maar, aangaan. En in de teamsprint kunnen we dat ook heel goed gebruiken, omdat de derde man zeg maar, echt een lastige taak is. Om die snelheid goed vast te houden. Wij denken allemaal dat Matthijs daar een hele goede renner voor is, om dat zeker tegenwoordig goed af te maken. Niels heeft echt een hele stap gezet deze zomer en ik denk dat hij PR gaat rijden voor zichzelf op de startronde. En dat is belangrijk, want hij gaat ons gewoon op snelheid brengen. Dus dat is een van de belangrijkste positie in de teamsprint. De mannen verwachten dus veel van elkaar en goud is eigenlijk het enige waar ze op het WK tevreden mee zullen zijn. Als we echt op waarde flink geklopt worden, dan kun je daar uiteindelijk wel mee leven. Als je zo vaak tweede bent geworden en je kunt gewoon winnen, dan wil je gewoon winnen. Uiteindelijk zal het waarschijnlijk zijn, de manier waarop gaat denk ik bepalen of ik tevreden mee kan zijn of niet. Zeg maar de tijden er wel echt naar zijn, dat we echt heel hard hebben gereden, dat alles erin zat wat we konden en dat het resultaat is, dus geen goud. Ja, dan is het heel erg balen, dan is het gewoon weer een jaar wachten tot volgende WK.